Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. En Danique en ik zijn al even wakker. En we willen eigenlijk gaan ontbijten bij de Harbor. Alleen de keuken ging pas om 12 uur open. We zijn helaas niet classy genoeg vandaag. En we zijn helaas niet in de kledij. Dus we gaan naar de McDonald's. Sorry, not sorry. We komen zijn weer terug. Heavenly. Hou hier zo van. Echt waar collega's. Dankjes. Heerlijk. Zullen we de met mij lekker boven het kleed opeten? Ja, is goed. Ah. Oh. Vriend met mij was het lekkerste ooit. Ik vind die droge hamburgers eigenlijk ook het lekkerst gewoon. Nee, moet wel saus op. En dit is wat ik aan heb. Ik heb een shirt aan van Mozwantes. Nee, een shirt aan van Zara. Deze broek is van Mozwantes, maar ik kan het niet echt goed laten zien. En ik wil Zara hakken eronder doen en een nieuwe trui van Mozwantes, waar ik echt zo blij mee ben. Concealer is wel echt een beetje te licht. Goed, ik ga nu richting Sander en Noor. Ik sta op Sander, Noor en Bibi te wachten. En ik heb er echt zin in. Met hun zijn ook altijd car trips en zo, zo gezellig. Dus ik vind het echt leuk. En we gaan ook eventjes, volgens mij komt Sander uit Heerenveen. Volgens mij was dat de reden waarom hij naar deze wedstrijd wilde. En gaan we langs bij zijn broer. En ja. It's gonna be a fun day. Het regent alleen wel, dus echt super kut. We zitten in de auto, we hebben even lekker Starbucks. Oh, kan je een foto van me maken en op Insta Stories uploaden? En we hebben frikandellen. Frikandellen en Starbucks om onze Amerika-traditie erin te houden. Precies. I think I want to hit Smithers. Nee, nee, ik denk daar toch aan. Ga naar Smithers, ja, ruik je het niet? Schoon? Ja, ik ruik het zeker. Oh. Wij hebben het gegeten bij de broer van Sander. Dat was licht. Super gezellig. En we gaan nu naar de wedstrijd toe. Zo, lekker die witte wonderogen. Die concealer. Die concealer. Wil je dan een velvet teddy? Nee, ik doe niet aan lipstift. Ik vind het hele mooie proeven. We zijn aan het wachten tot de wedstrijd begint. Waarom zijn we er? We zijn net naar de wedstrijd geweest. En Lars heeft gescoord. Ja. Dus dat is echt super leuk. En 90 minuten gespeeld. 90 minuten gespeeld is ook positief. Verder zijn wij nu onderweg naar huis. Wow, lekker hoor, die Ferrari. Welke? Rijdt hij in een Ferrari? Oh, hier is inmiddels 10 voor 12. En ik rijd nu weg bij Noorstan en Bibi. Dat was echt super gezellig. En nu ga ik lekker naar huis. Lekker mijn bed in. Ik ben echt kapot. Zin om te slapen. Ik heb lekker mijn make-up eraf gehaald. Zo. En ik ga nu nog even Lars bellen. Die heeft verloren, dus die is niet zo heel happy. En dan lekker slapen. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt.
En dan zie ik je heel graag morgen weer. Doei! Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. En ik ben wakker. Ik ben even bed aan het verschonen. Handen gewassen. Ik heb mijn haar gewassen. Sinds een jaar. Dus dat is ook wel echt een Grammy waard. En ik wacht eventjes tot Lars terug is. Want die komt vanuit Groningen hierheen. En ik had afgesproken vanavond met Lester en Christy dat ik zou gaan koken. Dus ze hebben alle drie hele hoge verwachtingen van me. En ik zeg al de hele week dat ik een drie gangen menu in gedachten heb. En ja, de hele shabam. Maar ik heb echt letterlijk geen idee wat ik in elkaar zou moeten flansen. Ik ga even verder met de was. En dan mezelf eventjes fatsoeneren. En dan kan de dag beginnen. Zo, we zijn weer de halve dag verder. En Lars is terug. Komt aardig wat uit. Niet normaal. Weer de Amazone aan het verplaatsen. Maar goed, Les en Chris waren hier de dag. We hebben eigenlijk de dag een beetje tv gekeken, spelletjes gespeeld en vooral heel veel gegeten. En En vanochtend had ik gezegd dat ik ging koken natuurlijk. Alleen ik had echt absoluut geen inspiratie. Dus je vergat. Moet je wc-papier? Alleen ik had absoluut geen inspiratie, dus we gaan nu uit eten. Dankjewel. Dimsum bestellen. Top. Dankjewel. We zijn aan het eten. Ja, waar zijn we aan het eten? Bij Dynasty. Wie is dit? Christy. En dit? Esther. Tolly. Christy. Wij zijn lekker bij Dynasty. En we hebben het over het verjaardagscadeau van Christy. En wat ga je geven, Tolly? Een Bolex. En wat? Een Bolex. Een Bolex. Ik weet het echt. En het is heel lekker. Wat moet ik zeggen? Ja, dat is heel leuk. Hoe is het welkom? Het is vandaag. Nee, ik moet gewoon nu de eigen vlog. Goedenavond, het is 8:30. Hallo. Wie is dat? Dat bent u. Ja. Dat is een leuke vlog dit. Ja, Chris, ja. Je bent goed man. Ik ga eens even op jouw hoofd inzoomen. Geef maar een diptietje van mij. Hoe moet ik inzoomen? Nou, dit kan weer allemaal. Wij zijn gaan eten bij Dynasty met Les en Christy. En toen gingen we naar hun. En hoe heet dat spel? Geen idee. Klets, iets met klets. En het is dus zeg maar een pot. Ga je lekker? Gewoon. Kletskoppen? Ja, volgens mij was dat het. En er zitten in die pot zitten zeg maar allemaal vragen en stellingen, open vragen. En dan moet je zeg maar elke keer, dan leest iemand de vraag voor en dan moet je daar allemaal antwoord op geven. Het is best wel leuk. En op zich kan je dat ook wel zelf maken. Ja. Als je gewoon met een aantal vrienden of als je mensen wilt leren kennen of zo, heb je. Zij zijn bijvoorbeeld vragen van. Wat zou je doen als de Belastingdienst 100.000 euro op je rekening stoort? Zou je dat aangeven? Of. Ben je er ooit blij van geworden als je iemand hebt laten huilen? Of wat was de beste dag uit je leven? Wat was de slechtste dag? Zou je in de toekomst willen kijken of in het verleden om iets te kunnen veranderen? Dat soort dingen allemaal. Dus dat is wel leuk. Het is zo kut. Ik wilde slapen. Alleen het dekbed is dus nog niet droog. We zijn eigenlijk heel de tijd weg geweest. Ja, maar nu stopt die droger dus weer. Maar het is dus nog niet droog. Hoe kan het nou? Het ruikt wel lekker. Oh, heerlijk. Maar het is dus nog zo koud, weet je wel. Zo koud nattig. Dat ook helemaal zo'n bal gaat. Ach, waar is nou dat ding? Oh, dit is nog helemaal op. Verschrikkelijk. Ik heb even
vlog geëdit. En ik wacht nu totdat de was dus klaar is. En Lars zou eigenlijk vanavond de stad in gaan. Maar volgens mij is hij in slaap gevallen op de bank. Dus dat is ook super gezellig. Nou, gaan we maar eens kijken of hij slaapt. En of het dekbed wel droog is. Oké, dus tijd om naar bed te gaan. Deze mogel. Die stront en stront vervelend. Hey, 100 flessen. Hé! Hey. Auw! Zo, jij bent gek? Gekkie. Hekkie. Hekkie. Papa hekkie. Mama gekkie. Wie is gekkie? Nee. Mama gekkie. Nee. Echt, dat zegt meestal altijd. Nee, ik weet niet. Hier. Ik heb gewoon pluisjes. Pluisjes? Ja, blauwe pluisjes. Dat is die man. Hè? Die voetballer. Ja. Heb ik dat ook? Ja. Waar dan? Hier eentje in je wenkbrauw. Ja, hou echt dan. Nee, natuurlijk niet. Omdat je het leuk vindt staan. Dat is toch niet mijn probleem? Ik word toch zo moe van jou. Wat zit er voor zwarte vlek op het plafond? Dat is een dode mug. Dat is een mug die ik heb doodslagen. Zo! Je hebt een beetje bloed. Een ongestelde poesje. Godverdomme zeg. Wat ben jij een smeerkees? Oh joh, je hebt echt behaarde benen. Ja, klopt. Ik heb denk ik echt al... Ja, ik denk 2 weken niet geschoren. Auw, schat. Auw. What the fuck heb jij met... Auw! Met sokken aan in. Auw, auw. Je verdraait heel mijn enkeltje. Ik heb geen enkel gezeten. Nou ja, maar naar de binnenkant van mijn enkel. Oké. Okay. Wat? Daar, ja. Hé? Oei. Oei. Zo, ik heb echt vette kuiten, wist je dat? Ja, iedereen heeft vette kuiten, schat. Ik kijk. Dat valt echt wel mee, hoor. Moet je eens kijken, joh. Een hele drillboor. Ja, doe bij mij kuiten, dan is het nog erger. Zo! Ik dacht dat jij gespierde kuiten zou hebben. Weet je wat ik altijd heb? Als ik zo dit doe en ik span dit aan, dan krijg ik fucking erge kramp hier. Ja. En vroeger lag ik dan altijd in bed. En dan kon ik niet slapen en dan ging ik zeg maar... Waar ben je wit trouwens? Ja, sorry, ik ga niet onder de zonnebank. Kom het door het licht? Ja, ben ik zo ook wit? Nee. En komt het door het licht? Zo ben je echt fucking bruin, maar als ik in de camera kijk ben je net doorzichtig. Maar anyways, ik ging wel altijd in bed liggen. Mm-hmm. En ik had het al helemaal erg als ik dit deed. En ik het nu aanspannen, schiet het er meteen in. En ook met mijn tenen. Mm-hmm. Nee, want dan ga ik echt kapot. Dan ga ik echt huilen. Maar ik deed dan vroeger in bed altijd en lag ik zo. Oh, en dan ging ik zo net tot het randje. En dan dacht ik altijd van, oh, dat is net lekker. Weet je wel, zo net lekker die pijn. Dat is één keer, maar op het moment dat het dan inschiet, dan ging ik helemaal kapot. Dan lag ik helemaal zo in mijn bed. Okay. Doe eens één keer, hè. Ja, ik, schat, ik heb dan echt heel veel pijn. Ja, dat is toch leuk? Nou ja, dat is echt raar. Doe ze. Waarom zou ik dat doen? Dat is leuk. Ik wil gewoon zien wat je bedoelt. Ja, ik doe het nu. Auw, auw. Je doet niks. Ik doe het wel, ik span het aan, maar het doet echt pijn. Dit doet echt pijn. Waarom ben je zo gefascineerd erdoor? Ik had gisteren ook kramp. Echt? Wanneer? 80ste minuut. En toen deed je zo, het ging naar beneden met je voetjes. Ja, ja, ik zag het alleen. Heb je wel opgelet op het? Tuurlijk! Oké. Okay. Hebben Lars. Afstand. Rekken. Zo, rustig. Maar rek jij een beetje dan, want je bent super stijf, zie ik al. Heel lenig, hè? Mm-hmm. Oké. Okay. Doe nog eens je hamstringverspanning dan. Wat? Oh, je weet niet wat de hamstring is. Nee, het is dat. Wat is dat? Hoe moet ik dat weten? Deze ja, voor vlog heb je geen hamstring nodig, hoor. Deze achterkant begon. Ja. Oké, okay, wat moet ik daarmee doen? Weet je wel wat je kuit is? Ja, dit. Oké, okay, heel goed. Je hamstring is hier. Oké, okay, nou. Ja, ik heb nog nooit een YouTuber gehoord die zei, laat eens je hamstring zien. Of ik heb mijn hamstring geblesseerd, dus ik kan niet vloggen. Maar wat moet ik daarmee doen? Ik heb mijn hamstring, ik kan niet vloggen. Nou, voetballers hebben dat wel veel. Ja, dat hoor ik dus altijd, maar ik weet niet. Zag je die ene jongen die eraf moest aan het begin van de wedstrijd? Toen ja, toen ik ging rennen. Die moest gewoon op zo'n bedje weg. Ja, die ging rennen en toen knakte zijn hamstring. Maar hoe kan dat knakken? Het zit toch hierboven? Ja, hierachter loopt deze spier. Ja. Die kan je afscheuren of scheuren. Maar wat moet ik hiermee doen? Niks. Je zei, doe eens iets met je hamstring. Oh, je aanspannen. Wat span je aan? Naar je kuit? Nee, als ik zo dit doe en ik trek zo alle spieren samen. Ja, maar waar voel je het dan? Hierachter toch? Ja, hier. Ja, dat is je hamstring. Mm. Oké. Okay. Je hebt geleerd. Ja. Slaap lekker.
Doei. Tot morgen. Vergeet niet te liken. Nog iets. En nog iets. Doei. Zo. Beetje love show naar de kijkers. Oh, ik ben ook teringwit. Ja, spooky. Maar in het echt ben je rood. Alles lobster. Alles lobster. Slaap lekker, doei. Love you.